vooraf ging. En we zijn nu onderweg de hele volle 5 minuten wandelen naar Europa Park. Speciaal voor ons. We kunnen ook poffertjes eten. En wat is er nou Nederlandse dan Aziatische wokspecialiteiten? Huh? Maar piraten in Batavia. Grappig. Laten we daarop houden voor de veiligheid. We gaan even op zoek waar de Blue Fire is. Maar piraten in Batavia, grappig. Laten we het daarop houden voor de veiligheid. We gaan even op zoek waar de Blue Fire is. Er staat hier een bord. Die kant op. We moeten die kant op. Dat is ook wel een grappig, hè? Wat? We zijn nou wel 2 dagen park aan doen zonder parkplan. Gewoon op het voor. Ja, gewoon dan weten wat we moeten doen en de rest zien we wel. Ja. Ja. Scandinavië. Ja, dat is wel. Let op. Dit is wel weer. Gewoon leuk in elkaar gezet ook. De themadelen zijn echt wel. Echt wel gezellig. Ja. Dit is het Scandinavische dorp. Ja, gewoon van dit soort themaatjes. Ja, ik vind het leuk. Ik zou hier rustig gewoon een dag kunnen zitten zonder ook maar 1 ding te doen. Je hebt wel een rugzakje, oh ja. Rugzakje kwijt. Dit is soms een soort ja, World Showcase en Future World in 1. Maar dan niet met de kwaliteit, maar. Zal ik je rugzakje overnemen, schat? Toch? Dat is wel goed zo gelijk, toch? Future World en World Showcase in 1. Ja, dan ook een beetje met SeaWorld en gewoon met de helikoptercoasters. Ja, ja. Een beetje alles in 1 park, klopt. Zeker in. Ja. Dat mensen ook hier gewoon middenop gewoon stil gaan staan, dat is gewoon normaal. Ik wilde even zeggen. Oh, ik wel. Ja, precies. We gaan nu een attractie in, hè, schat? We gaan nu die wildwaterbaan in. Zullen we dat gewoon doen? Dat is deze. Ja, niet de wildwaterbaan in? Ja, wat jij wil. Ja joh, heb ik maar gedaan. Even een beetje afkoelen. Dan gaan we daarna wel in de Blue Fire, daar is het wat drukker. Ik zie het niet. Oh, deze bedoel je? Hond, het park is ook weer hondvriendelijk. Veel dingen. Is dat met mensen met het stilstaan midden op een pad? Echt, de sfeer in het park is gewoon echt superleuk weer.
Ik heb tot nu toe nog geen seconde spijt van de roadtrip. En dus moeten we alleen onze films even nog. Dat is het eigenlijk. We hebben alle dingen die we niet wisten, hebben we allemaal al gedaan. Is er allemaal leuk uitgevallen. Dus, we gaan zichtzaam. We hebben net even een hekje. Het ziet er raar uit, hè? Nou, we komen dus net uit de fjordrafting. Leuk. Nat, niet al te nat. Behalve ik, mijn rug is eigenlijk nat. Maar ook weer leuk. Er gaat de Blue Fire. Nou, we gaan naar Island. Blue Fire en de Wodan zijn hier. Hoeveel minuut is het? Twintig minuutjes, jouw best. Wat doen we weer? Wat doen we? Blue Fire, wauw. Die is echt super tof. Suus die vond Silverstar de coaster van de dag. Nu niet meer. Dus Blue Fire heeft hem overtroffen. Het is wel grappig, want dat zei dat tegen Suus ook. In de wachtrij lijkt het alsof hij maar net door de looping heen komt. En maar net over de heuvel heen komt. Maar dat valt uiteindelijk best mee. Die gaat gewoon loeihard over die baan. Super tof. Mega toffe baan. Die gaan we, nou ja, wacht, hij was net een beetje te lang voor in de warmte. We gaan hem volgende keer zijn gewoon zeker nog een keertje doen. We gaan eventjes een hapje eten. Een beetje honger. En ze hadden daar heerlijke koude biertjes. Dus we gaan eens even kijken. Voor mij moeten we hier naar binnen. Oké, dan is het wel, wij zijn redelijk verwend. Maar als iemand zegt 20 minuten, kut, dan heb je het wel heel erg. Maar je moet hem het hele zitten. Ja. Highland Museum. Koffiehuis. Lijkt me toch dat hier ook wc's zou moeten zijn. Of hij toch moeten zeggen. Ik heb geen flauw idee. Ja, overal zijn er wc's. En op het moment dat wij het nodig hebben. Heb je ze? Ik voel gewoon de warmte door mijn schoenen heen komen. Als we zo weer rood dan. Rood dan. Heb ik maar weer even op geweest. Doet er wat. Ja, houd de achtbaan. Ik kan het ervan zeggen. Ik ben er geen fan van. Ik ben er geen fan van. Het rammelt. Het doet zeer. Hoewel zeggen deze ook weer, de stoeltjes zijn lekker. Dus echt zeer doet het niet, maar ik krijg de kramp van in mijn nek. Het is niet, niet mijn favoriete type achtbaan. Ik vind deze wel lastig. Maar de eerste handachtbaan waar ik echt wel... Hallo, die dingen dan? Mammoet? Mammoet was ook wel heel goed, ja. Voor een woody. En we gaan nou dat ding proberen te doen, die blauwe daar.
En dan wordt het tijd om een hapje te eten. Dat gingen we net eigenlijk al doen, maar ja, er was niks zo 1, 2, 3. Ook voor kinderen lekker met water. Dat dan weer wel. Het is wel best wel heet namelijk. Als je dan lekker af kan koelen. Suus gaat even een foto maken van de nieuwe favoriet. De Blue Fired. Hey, ik ben er ook. Dolfijn, dolfijn. We gaan kijken waar hier de ingang van is. En dan gaan we even goed afkoelen. Dankjewel Flipper, dat vinden wij ook. Helemaal leuk. We moeten door dat schip. Santa Marian. Denk het wel. Atlantica. Volgens mij moeten we daar op voor die waterding. Ja, voorzichtig, hier wordt er nat. Daar gaan we het juist voor in. Maar ook hier de wachtrijen zijn al volledig ingericht als... volledig ingericht in het thema van het waar je naartoe moet, zeg maar. Hangt er eentje. Trappen! Dat dus. Even door een piratenboot. En door een fort. Erg uncharted. La la la. La la la. La la la. Oh, dat is een andere. Dat splash ding zo, met een piratengaljoen en dolfijnen daar met water. En wat kan niet ontbreken bij ieder piratenfort? Een polyesterboot. Het belangrijkste die te hebben, als het gaat mis. We hebben nog niet gemerkt dat we er overheen gingen. Over dat waterding. Komt u weer. Dit is een beetje zo het themaatje, hier een schip, daar ga je doorheen. Hartstikke leuk. En dan loopt daar een fortje. Ook hartstikke mooi. Dus heel erg benieuwd wat er meer te doen is. Ik heb het grootste gedeelte van de meeste achtbaan hebben we al gehad. En als het een beetje mee is, als ik het goed heb uitgekiend, word ik nu zaai. Dan blijft hij het wel doen. Dus, wij gaan even een hapje eten opzoeken en even lekker opdrogen. Restaurant gevonden waar we gaan eten, een loeprestaurant. En als je dus wat bestelt, hier op zo'n paneel zeg maar, dan komt dat via deze ding naar beneden. Ik heb een biertje besteld, maar dat is erg lang onderweg. Vraag me af waar dat dan blijft.
eraf af. Lekker een baconburger en Suus heb een... Weet je zo'n ding? En een Japanse spaghetti. Daar komt die. Kijk, daar komt mijn biertje. Lekker hoor. Zo. En dan draaien we dat zo door, zo. Hè? Hoppakee. En dan heb ik mijn biertje. En dan schuiven we die zo door naar het einde. Zo. En dan heb ik lekker mijn biertje. Ik zou zeggen, proost. En we eten dus ook al. Het lekker in twee pannetjes. Lekker een baconburger en wat tatjes. Zus die krijgt spaghetti. Die wordt even gelanceerd. Zusje haar spaghetti. Lekker hoor. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Het nieuwe gedeelte Ierland. Ze dit jaar open gegaan. Echt super leuk ook weer. Schaapjes. Den Suus. Kennelijk hebben Ieren wat met schapen. Ja, het is hier bloedje verziekend heet. Maar er zijn genoeg dingen met water. Dat scheelt in ieder geval. En wat doe je dan op zo'n pretparkdag? Even lekker aan het water. Schoentjes uit. In het Franse gedeelte. We gaan natuurlijk morgen naar Frankrijk. Dus we gaan vast een beetje inwennen, zeg maar. Lekker een beetje bijkomen. Lekker een beetje genieten van de Franse sfeer. Beyond the Sea op de achtergrond. Oh, hand voor de lens. En dit is... Ja, zo'n flair ook. Precies bodem buiten zijn. Dit is het Frankrijk gedeelte. Ze zit er ook bij lekker. Ze lekker te genieten. Daar ben ik. Veel te ver weg. Dus ja, dag zit er alweer bijna op. Leuke dag gehad in ieder geval. We hebben een beetje alles kunnen doen wat we wilden doen. We hebben niet alle attracties gedaan. Draaimolens en dat soort dingen hebben we overgeslagen. Maar bij de grote jongens hebben we allemaal meegepakt. Tijd zat eigenlijk. Alleen dat was. Ja, we gaan zo de Eurostad nog eventjes doen. Die is daar. Wacht. Daar. Dus niet Epcot. Lijkt er wel op, is het niet. Maar die gaan we nog eventjes doen. En dan een hapje eten, denk ik. Of misschien hebben we onderweg nog ergens eten. Maar de wachttijden, dat was lekker. Dat is het voordeel van op maandag naar een park gaan. De wachttijden zijn gewoon lekker. Ik bedoel, het langste waar we staan wachten was 20 minuten, geloof ik. Bij de Wodan, toch? En de rest 5 tot 10 minuten, zoiets. Dus het komt helemaal goed. We gaan nog even een beetje de voetjes drogen. En we gaan kijken of het achtbaan het is. Ja, via de donkere steegjes van Parijs. Onderweg terug naar de uitgang. We gaan nog even de magneet houden. Die is tegenwoordig paar. En we gaan als goed is zo naar Italië. Ze hebben hier ook een bioscoop schijnt. Dan zien hier ook allemaal veel. Filmposters hangen. Suus, trek je het nog? Wat? Trek je het nog? Ja. Donkere steegjes. Ja. Van Europa Park. Hier zit een spookhuis. Keisterslos. Slecht. Als ik toch één ding mag zeggen, dat is slecht. Dat is heel slecht. Voor de rest, superpark. Als het af zou hangen van één attractie die zou bepalen of het park goed is of niet, zou het echt gewoon het park volledig met de grond gelijk maken. Zo slecht is die attractie. Maar daar hangt het gelukkig niet vanaf, want de rest van de attractie is wel allemaal super. Maar Keisterslos is... Nee. Maar voor de rest... Top 8 banen. Silverstar hebben we 2 keer gedaan. Blue Fire hebben we 2 keer gedaan. Wodan, houten achtbaan, niet mijn ding.
maar zeker een toffe. Atlantica. Hele toffe watercoaster. Ja, super splash is het eigenlijk meer. Poseidon was de watercoaster. Poseidon ook leuk. En voor de rest onwijs leuke themagebieden. En we hebben ons een prima dag gemaakt. Het was vandaag 33 graden. Dat is wat minder. Dat zijn niet de temperatuur om in een pretpark te wandelen, vind ik zelf. Maar voor de rest, daar kan het park niks aan doen. En het park heeft er wat dat betreft wel alles aan gedaan om ons te verkoelen. De overal waren waterdingetjes en gewoon super. Gewoon echt een topdag gehad weer. Ook hier gaan we zeker nog eens een keer terugkomen. Waarschijnlijk wel voor meer dagen ook. Dat we gewoon net even wat rustiger aan kunnen doen als nu. Hoewel het, ik zeg het, langs waar we staan wachten. Was 20 minuutjes volgens mij. Ja, 20 minuutjes. De rest was 10, 15 minuten. Dark rides waren walk-on. Leuk. Oh, trouwens, ja, die moet ik nog even gezegd hebben. Arthur en de Minimoys. Onwijs leuk. Wat een leuke attractie is dat. Moet ik nog zien. Ik ken de film, maar ik heb de film nog niet gezien. Maar wat een leuke attractie. Een beetje combinatie dark ride en coaster. Dus wij gaan nu nog eventjes op jacht naar een magneet. Dat was Europa Park. Wat is jouw idee ervan, schat? Heel leuk. Ja, hè? Gaan we ook zeker nog eens een keer bezoeken. De roadtrip van volgend jaar is min of meer al gepland. Maar dan waarschijnlijk iets dan 2, 3 nachten hier, zeg maar, in plaats van 1. Hetzelfde appartement. Hetzelfde appartement is ook perfect. Maar dan kunnen we wel een week blijven, dat is genoeg te doen. Lekker de hik ook. De snoep genoeg. Super. Mooie fontein. Wij gaan de laatste route naar het hotel afleggen. Kort samengevat, super park, super thema's. Dark rides zijn inderdaad, zijn niet zo heel denderend, zijn grappig, maar kermisniveau. Maar de coasters en de thema's, je kan die bij wijze van spreken gewoon een dag gewoon rondhangen zonder ook maar één attractie te doen. Ik denk dat wij wel geluk hebben gehad dat het niet druk was. De drukte heeft zeker geholpen. Wij hebben in principe alles gedaan wat we wilden doen. Op Voletarium na, maar die is nog niet open. Vervelend is, we kwamen naar buiten. Of richting de uitgang. En er kwamen dus mensen uit de uitgang van de attractie. Dus er zijn soft openings geweest. Waar wij niet bij waren. Maar goed, dat is het enige die we niet gedaan hebben. Maar dat betekent dat we volgend jaar gewoon weer terug moeten. Maar voor de rest, super park, super goed afgewerkt, super goed onderhouden. Leuke eetentjes overal. Leuke thema's. Mocht je een keer denken van, goh, ik wil naar een ander park als naar de Efteling of de parken die ik gewend ben. Europa Park raden wij zeker aan. Dus voor nu gaan we even afsluiten met beelden van Voletarium. Dat wordt het. Dat is het al eigenlijk, maar het is nog niet open. En dan zeggen we tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Susje ook nog even dag zeggen. Doei doei. Liken. Even liken. Even dat duimpje omhoog. Sandy, help wel even om te laten zien hoe het moet. Dankjewel. En we zien jullie volgende week weer. Tjus. Mooi in Frankrijk. Dat zei je op de Frans? Op de Frans. Lekker eitje erbij met spekkie. Koffie. Ook dat is wel een beetje jammer. Gewoon weer dakdeksteer. Maar... En een lekker croissantje erbij. Dus we gaan even lekker een stukje kanen voordat we naar het park gaan.